Wat is dat hier? Dat is Alaphilippe. Dat meen je niet. Jawel. Julien! Julien! We moeten hem inhalen. Julien, c'est nous! Hallo, ik ben Linda. En dit is mijn koersfiets. Ik heb die onlangs opgegraven in mijn rommelkot. Hallo beauty. Want mijn ongetrainde lichaam en ik rijden deze week de Ronde van Vlaanderen. In 5 dagen van de start in Antwerpen naar de finish in Oudenaarde. De koerskoord stijgt en ik wil die voelen. Ik ga dus fietsen. Karel van Nieuwkerken die vond dat een iets te flauw plan. Je gaat elke dag zo 50, 55 kilometer fietsen of wat? Zeg ik een beetje lui geworden? Dus die geeft mij elke etappe een nieuwe challenge. Voor mij en mijn knecht. Want elke dag kies ik een andere toffe helper om de hellingen mee te bedwingen. En vandaag is dat Olympisch kampioen Bart Swings. Heb je een medaille mee? Nee, ik heb ze niet meegenomen. Ik sta gewicht, hè. Ik dacht, het wordt echt ijskoud vandaag. Ik nodig het winterkoninkje van België uit en dat ben jij. Maar Bart, niet alleen de hellingen staan ons te wachten. We krijgen ook nog een challenge van Karel. Oké, daar ben ik wel benieuwd naar. Dag Linde en dag Bart, mijn grote held Bart Swings. Ik heb deze week al heel veel wielertoeristen op het parcours van de Ronde van Vlaanderen gezien. Daarom heb ik een nieuwe uitdaging voor jullie. Jullie kunnen zich onsterfelijk en vooral heel sympathiek maken als jullie een goed plekje zoeken voor bevoorrading voor de wielertoeristen die op het parcours rijden. Dat moet wel lukken, hè? Essentieel, denk ik. Ja, superbelangrijk. Heb je kou? Ja. Toch opvallend, ons winterkoninkje is nogal gevoelig voor de kou. Ja, ik ben wel een koukleum. Ja, het hangt ook niet veel vet aan, hè Bart? Nee, dat is waar. Als we een helling doen en ik moet afstappen, jij blijft gaan, hè? Ja, is goed, maar we praten hier al over afstappen. Dat gaan we toch niet doen? Dat is dus de reden waarom dat ik nooit de profatleet zou kunnen zijn. Ik ben geen streefbullet. Ja, wij fietsen eigenlijk meer als we schaatsen. Dus, meer dan? Ja, meestal dagelijks wel op de fiets, ja. Daar gaat ze. De kasseien op. Dokkeren. Duwen. Steken. De tong uit de bek. Naar boven. Waar Bart Swings wacht. Oeh, T-room. Ziet er hier goed uit. Een T-room. Je zit echt al van in het begin te zagen. Te zagen. Ja, maar ja, het is zo Bart. Te zagen van een warme chocomelk. Ja. Dat is een goeie, perfect. Hè? Van een goed jaar. Echt super afdronk ook. Echt heerlijk. Ik herkende misschien niet zonder zijn Olympische medaille. Maar we willen jullie niet. Zeg, en komen jullie zondag ook naar hier? Normaal gezien de Kwaremond. Oh, dat wordt toch wel weer een feestdag eigenlijk. Dat moet. Hè? De koers, dat blijft van ons. Geniet nog van jullie dag en geniet van de koers zondag. Ja, oké. Okay. Maak er iets moois van. Ja, dank u. Wat is dat hier? Dat is Alaphilippe. Dat meen je niet. Jawel. Julien! Julien! We moeten hem inhalen. Julien, c'est nous! C'est Linda! Hey! Comment ça va? C'est ici! Oui, et vous? Et le petit? Oui, super, en pleine forme, merci. Ah, je vous présente, ça c'est Bart Swings. Bonjour. C'est champion olympique. Ah, okay. Oh, wat is dat de schaatsen? Patinage. Patinage, oui. Oui. Alors, c'est mieux le vélo ou le patinage? Patinage, je suis mieux sur le patinage. Un petit peu au vélo. Tu te vois dimanche? T'es sûr? Allez, Julien! Allez, bonne journée! Bonne journée! Au revoir! Ah, cool! We hebben niet zomaar de coureur gezien, hè? Nee, het is het beste van de wereld. Oh my god! Oh. Ja, dat was wel cool. Woehoe! Misschien moeten we wel eens beginnen nadenken over onze bevoorrading. Ja. Ik denk dat we een goed punt wel moeten kiezen. Koppenberg hebben we, de Kwaremond hebben we, Paterberg. Paterberg is wel een hele zure, hè? Zullen we die kiezen? Ja, is goed. Oké, dan wacht jij op mij boven en zoek desnoods al een plekje. Ik zal eens zoeken. Succes! Tot zo! Haha, lachen doet hem. Oh my god. Oh my god. Wat doet hij? Oh nee, oh nee. Kom op, Linda! Kom on! Oh, daar staat hij even voor. Gênant. Amai. Prik er maar op. Ja. Allee maar. In je plek, die plek. Nee, goed. Ja. Goeie. Is dit een top? Deze is een top.
De bevoorrading. Een matte taart, alsjeblieft. Oh, dank u wel. Goed gedaan. De bevoorrading is hier. Yay. Yay. De mooiste streek van Vlaanderen, hè, hier. Wie wint er zondag? Van der Poel. Matte taartje daarbij. Goed gedaan. Hallo. Ah, hallo. Dank u wel. Ja, dat dacht ik wel. Alsjeblieft. Succes de zondag. Amai, zalig. Dat verdient er zeker eentje. Oh, yes. Thank you very much. Is, those are mutton tarts. The best product, that's normal. That's normal. Where are you from? Norway. Wie gaat er winnen zondag? Zeg het maar met je mond vol. Laporte. Laporte? Ja. Dit is de Jasper. Jasper. De voorrading. De voorrading. Jasper. Dat bedanken. Hallo Jasper, kom! Goed aan het trainen, Jasper, dat is klaar. Dat is nu mijn nieuwe favoriet als de wagen gaat. Alsjeblieft. Wie gaat er winnen? Benoot, hè? Benoot. Benoot? Ja. Hetzelfde middelbare school als mij zit. Is het echt? Een matte taartje voor de arm der wet. Alsjeblieft. Tarta di matta. Oh, I cannot say no. Where are you from? Parma, Italia. Ah, okay. Who's gonna win Sunday? En VDP. VDP? VDP. Hier. Je kunt er eentje gebruiken, denk ik. Machine. Oké, Hoe was de pater? Mooi. Ah, hier, het is Hilaire zelf. Hilario, hoe is het? Goed, goed, goed. Het is Bart Swings die trakteert, hè. Zeg, veel succes zondag, hè. Ik zal nog eentje voor One for the Road. Zal ik het in je zakje steken van achter? Ja, mag hem altijd nog plaats is. Hop. Jij kunt er steken. Hop. Allee, Linde, heel erg bedankt. Doei. Bart, jullie heel bedankt. Dag. Geniet van de ronde zondag. Yo. Bart Swings. Wat een ongelofelijke dag. Onze kilometers zijn gereden. De bevoorrading is in orde gebracht. En we hebben de wereldkampioen gezien. Ja, perfect eigenlijk. Wauw. Geniet ervan, hè, zondag. Ga ik ook zeker doen. Tot morgen voor de laatste etappe van de verkenning. Groetjes! En dan zo, als de coole vlog is, dan is het goed. Doe jij maar, doe. Hopla.